beste investering ooit. Het maakt je gegarandeerd rijk. Zo meteen 100.000 euro rijker. Zorg ervoor dat je een doel hebt. Hoi. Goedendag, Kraamberg. Hallo. Eerst in Nederland. Ja? Hij is een paar maanden oud. Volgens mij staat hij 6 kilometer op de teller. Als hij over 2 weken bent, ben je 90.000. Contant. Ja. Om je geld compenseerbaar te innen, heb je money mules nodig. Oftewel geldlezing. Ik ben heel bijna aan het vragen. Heb je zo'n geld verdiend? Ja. Ja, wil je pinpas kopen voor jou? Oh nee, dat gaat er niet worden. Ja, wat heb je op je rekening staan? 20. 20? Geef ik jou 250 euro voor je pas in je pincode. 1, 2, 3, 4, 5. Zie je hem? Zet die in je zak. Zie je? Voor de kassa. Zet je even je pincode. Is het 200 euro? Dat is een Oké, nu gaat het allerleukste werk beginnen. Dat is het vullen van deze rekening. Ik heb er 1000 tegelijk op gekocht. Dat zijn dus PC's waarvan we vanaf hier heel makkelijk in kunnen. Hier, op Facebook, handig. Teddy Jansen. Ja, goedemiddag meneer. U spreekt met Henry Keizer van de Rabobank. Ja. Meneer, we hebben de laatste paar dagen een kleine storing ontvangen in ons systeem. Ik weet niet of u daar wat over heeft gehoord. Ja. Heeft u heel toevallig een calculator bij de hand? Ja, als u voor mij eventjes dan wil inloggen. Ja. Goed, er verschijnt nu een code bij mijn beeld. Is dit 87920966? Nee. Oh, dat klopt niet. Maar wat voor code heeft u wel staan? Wat staat er? 65239494. Dan ga ik dat eventjes invoeren en snel voor u resetten. Dan kunt u nog een code meteen erachteraan doen. En dan zijn we al bijna klaar. Dat is 1500. Ja, heel goed. Hartstikke bedankt voor uw tijd. Bent u mevrouw Gils, hè? Ja, dat ben ik. Ik ben een Bart de Bruin van de ING. Ik heb er gewoon een calculator bij de hand. Als het goed is, heeft u een lichtje binnengekregen voor mij? 439. Ja. 643. 643. 425. Dan mag ik nu nog wat denken. Oké. Ja, dat is gebeurd. Ja, dat is gebeurd. Mevrouw, wat is dat weer zijn begon? Altijd goed met goed je rust te pakken. Wat hebben we nodig? Een portable router. Daarmee maak je de gratis wifi aan. Geef je een betrouwbare naam. Je café kap. Mensen gaan dan denken, hé, dat is betrouwbaar, dat is gratis. En die gaan er direct op. Alsjeblieft. Met Wireshark zie je weer inlogt. En dan kun je SnikVolg aanvallen. Hoppa. La la la, laptop van mijn lies. Kijk hier. Daar zit ze. Blom. Hallo lies. Wacht. Oh, het lijkt. Hier de code van de creditcard. En de creditcard ligt daar op tafel. Oh, wauw. How long? Not long! Cause what you reap is what you sow! Oké, we hebben nu 15.000 euro. We gaan de geld verdienen. We gaan ook in. Oh, nee, hoi. Wat? Can you bring this? Yep. Een ander oud compleet vliegveldje, dus niets moeilijk met een paspoort en een warme vlag. Meneer Plop, wat is dat? Kijk ze wel. Oh, dat is hem. Right here. Say hi to the camera. How much do I get for 15,000? Only cash. Only cash, yeah. Let's say we give you 1,000 call. And how many people will there be calling? Enough. Okay, can I see the call center before we start? Okay. Get in. Yes. From Poland, yes.
come. You Wolves from Holland. Yeah, hello. Show him. Ja, dit is een website van een Nederlandse bank. Oostenrijkse inlog, dat zorgen wij voor dat ze een foutmelding op het scherm krijgen. Dan gaan ze binnen een half uur, een uur, gaan ze bellen. Dan ga je binnen op Dat hangt een beetje vanaf hoeveel mensen op de rekening er staan. Ja. Ik gemiddeld 500 euro per gesprek. Per gesprek. Okay. Ik ben gebeld en ik heb aan ongeveer patiënt vervangen, geloof ik. En het mooie is, er wordt gewoon niet gevraagd naar waar het vandaan komt. Er bestaat hier niet zoiets als zwart geld, het is gewoon allemaal groen geld. Ik heb 40, 50, 60, 70, 80, 90.